dela estava één segundo hoje de manhã. We zijn hier op het strand. Ik kijk nu eigenlijk naar mijn zusje, tweelingzusje. Dus ze ligt niet zo ver voor. Ze is druk bezig met de spelen, dus ze kan niet heel dichtbij er in de buurt komen. Maar ja. Ik ben wel echt super blij dat ik hier ben om haar aan te moedigen. Ze hebben de eerste race goed gedaan, want ze was derde geworden. Super spannend om te kijken. De Rus, de Hollanda. Dit is wel echt haar windje, dus ik denk dat ze een goede races neer gaat zetten. Ik leef ook echt helemaal mee, want als ze een slechte wedstrijd heeft, dan ben ik ook best wel down. En als ze een goede wedstrijd heeft, dan ben ik echt blij voor haar. Hier Lilian de Rus, van de Netherlands, in third position. Ze staat nu derde, maar ze staat heel dicht op de Rus. Dus ik denk dat ze die nog wel gaat inhalen. Not far away, in second. Ze gaat zo finishen, dus nu is eigenlijk wel een spannend moment. Dus, Het is derde geworden. Dus ja, is dat goed. We gaan ons zo klaarmaken voor de laatste wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe die wedstrijd gaat. En de first position as it stands, heading out. Het ligt nu vijfde, maar dat kan echt nog veranderen. Dus, ja, het ligt allemaal super dicht op elkaar. Je kan niks doen. Dus. De laatste race was ietsjes minder, maar ook nog top 10. Dus ja, dat is wel goed. Het blijft echt super spannend.